Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is weekend. Ik ben eerder heb ik weekend. Want het was gisteren was dodenherdenking. Vandaag bevrijdingsdag. En ik moet dan eigenlijk vrijdag weer werken, maar. Ja, ik had zoiets van vrijdag werken, dan kan ik beter die dag vrij nemen. Dan heb ik alvast lekker weekend. En dat heb ik nu ook. Ik heb nu lekker weekend. En wat we van het weekend gaan doen, dat gaan we nog zien. Ik weet het nog niet. Het is al een hele gekke week. Het is hollen, vliegen, draven. Ik ben eigenlijk heel erg druk bezig met andere dingen allemaal. Voor mijn GTA ben ik ook heel erg druk bezig. Dus ja, ik weet niet wat het zaterdag wordt. Of dat het gaat lukken. Ik ben ook een beetje laat met reageren. Dus ik hoop dat we zaterdag weer lekker weggaan. En dat we zaterdag weer wat leuks gaan doen. Op de kermis natuurlijk. Dus we gaan het vanzelf gaan we het wel zien. Nou, mijn buurman naast me die is verhuisd. Staat helemaal leeg, staat het nou. Dus het is te hopen om wat ik er nou weer voor terugkrijg. Want ja, je weet het niet. Wat krijg je er voor terug? Dat is altijd de vraag. Dus hij had toevallig de kans dat hij kon verhuizen. En die kans heeft hij genomen. Hij heeft groot gelijk. Ik wil ook nog een keer weg. Alleen voor mij zal het wel langer duren. Want ik sta nog maar 3 jaar ongeveer, 4 jaar, nee, 3 jaar denk ik. Ik ben ook 3 jaar ingeschreven staan. Dus het is even kijken, het is even wachten nog. Ja, je moet tegenwoordig 10 jaar bijna ingeschreven staan eer dat je een huis krijgt. Want ja, die huizen, dat is tegenwoordig, is dat niet echt, dat lukt niet meer zo snel. Je kan niet zo snel meer van huis veranderen. Ondanks dat je een heel pakket hebt van dingen natuurlijk. Boven me natuurlijk die herrie elke keer. Daar doet de woonbron ook niks aan. Het is gewoon een hele slechte woningstichting. Is het. En die huizen dat zijn net krotten. Alles dondert in elkaar. Alles gaat kapot. En als er dan iets kapot gaat. Dan duurt het zo verschrikkelijk lang voordat het weer gerepareerd is. Ik heb natuurlijk al 4 maanden voor reparatie van iets. Nou, inmiddels is die vent weer geweest vorige week of afgelopen week? En ik heb er niks aan gedaan, maar het schijnt alweer kapot te wezen en er moet weer wat besteld worden. Ik zei: nou, als dat ook 3 maanden gaat duren, 4 maanden gaat duren, dan ben je er lekker klaar mee. Het is waardeloos, deze woningbouwstichting. Woonbron, een walgelijke woningcorporatie. Ik heb het al een paar keer in een vlog gezegd, ik heb er geen goed woord voor over. Dus we gaan het wel zien. We gaan even kijken wat we het weekend gaan doen. Misschien ga ik ook wel helemaal niet weg en blijf ik thuis. Ik weet het nog niet. Ik ben ook ontzettend moe. Laatst ook heel veel slapen, doe ik ook. En als ik wakker ben, dan ben ik met mijn eigen dingetjes bezig. En dan ben ik dan zo druk mee bezig dat ik eigenlijk geen tijd heb voor andere dingen. Ik moet nog steeds een keer een buitenvlog opnemen. Heb ik ook nog steeds niet gedaan. Dus dat is het eigenlijk een beetje eigenlijk allemaal, hè, jongens. Dat is het allemaal een beetje. Dus ik ga hem in ieder geval neerleggen. Ik bedank jullie voor het kijken. De volgende vlog dan horen jullie wel wat meer over het weekend. Wat er aankomt. En dan horen jullie meer hoe het geweest is en wat ik gedaan heb. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal bij een nieuwe vlog. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.